ben Epke Ranshuizen. Ik ben 32 jaar. Ik volg een theateropleiding in Rotterdam, aan het Rotterdam Centrum voor Theater. En ik zit nu in mijn afstudeerjaar als theaterregisseur. En ik zit door een spierziekte, HMS, en zit ik in een rolstoel. Eigenlijk wil ik van kleins af aan al acteur worden. Het heeft altijd een aantrekkingskracht gehad. Maar ik heb gek genoeg nooit de stap gezet om er heel serieus mee bezig te gaan. Ik dacht altijd wel, ja, ik weet niet of ik dat wel kan. Maar achteraf denk ik, misschien was ik op dat moment gewoon niet aan toe. 2 jaar geleden is bij mij echt de knop omgegaan. Toen dacht ik, nu ga ik doen wat ik wil. Ik voel dat ik het kan. Ja, dat is natuurlijk wel een proces wat door de jaren heen gebeurt. Wat ik nu... Nu zit ik dus in mijn afstudeerjaar. En waar ik nu mee bezig ben, is het zelf maken met 3 spelers van een voorstelling vanuit een thema. Thema statusangst. En ja, dat gaan we nu dus echt helemaal uitwerken. Statusangst vind ik interessant, omdat achterliggende gedachte is dat we allemaal op zoek zijn naar bevestiging, naar erkenning, naar een stukje liefde. En zeker in deze maatschappij waar het vooral nog over consumptie gaat en goede banen, gezin, een mooie auto voor de deur, een rijk sociaal leven. Je moet ook nog gaan backpacken in Australië, je moet eigenlijk alles doen. Alleen maar presteren om nog een bepaald aanzien te houden, om erbij te horen. Ik heb eigenlijk geen script nog. We gaan dus gewoon werken, verzinnen, materiaal verzamelen, plaatjes, somteksten, zelf schrijven, improviseren. En zo een voorstelling van een uur maken. In de eerste week van juni in 2010 is mijn examenvoorstelling. Dus dan weet ik daarna of ik afgestudeerd theaterregisseur ben. Opgeleid samen met de hulphondenschool De Hond Kan de Was Doen. Dat is een opleidingsschool die samen met jou je hond, je hulphondens traint. Hij is getraind om mij te helpen met bijvoorbeeld spullen oprapen die ik laat vallen. Ik heb Kai van Pup af aan. Dat vond ik heel belangrijk en ik vind het heel leuk om samen met je hond dat hele trainingstraject te doen. A, omdat je gewoon met je hond bezig bent en B, omdat je ook echt leert te trainen. Ik kan hem nu nog steeds zelf nieuwe dingen leren, omdat ik begrijp hoe dat hele principe werkt. Ik merk dus ook wel dat ik, doordat je überhaupt altijd heel veel dingen moet regelen en heel creatief moet zijn en oplossingen zoeken om ergens te komen, om iets voor elkaar te krijgen. Dat ik makkelijker, ik ben natuurlijk met een creatief beroep bezig. Dus je gaat heel snel allerlei oplossingen of alternatieven zien die anderen misschien wel overslaan. En dat heeft natuurlijk het werk 2 kanten op. Want de reguliere of de traditionele theaterdingen, die kan ik dan misschien niet doen. Als de rest gaat staan springen of gaat hardlopen of zo, dan moet ik daar een alternatief voor verzinnen. Maar soms komen daar dus juist hele mooie beelden uit. Dus het heeft ergens ook zijn voordelen. Ja, wat ik nu mee bezig ben met het theater. Ik ben gewoon überhaupt heel ondernemend. Mijn eigen bedrijf gestart. En ik ga gewoon kijken, alles wat ik kan doen en wat ik wil doen. Dat ga ik toch hoe dan ook proberen op naar mijn eigen mogelijkheden. Ik moet zeggen dat me dat goed lukt. Ik heb me 1/2 jaar geleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik heb mijn eigen bedrijf gestart, Sirius Theater en Multimedia Productions. Wat ik daarmee doe is, op dit moment ben ik workshops aan het geven op basis van drama. Dan moet je je voorstellen, dat zijn workshops zoals deze, plankenkoorts. Dat is voor mensen die eigenlijk kennis willen maken met acteren, toneelspelen. Misschien niet zo heel goed durven of gewoon eens willen kijken of het wat voor ze is. Dan kan je bij mij een workshop komen doen.
Ja, voor mij is het wel heel belangrijk dat ik deze stap gezet heb. Omdat ik heb natuurlijk een Wajong-uitkering. En het zou ook leuk zijn als ik natuurlijk, is wel een streven, meer dan de uitkering kan gaan verdienen. Want dan ja, krijg je het gewoon financieel ook wat makkelijker. Ik heb deze bus nu een maand of 4. En nou, zoals je net gezien hebt, hij is aangepast, zit een lift in. Daardoor kan ik mijn rolstoel en mijn handbike meenemen. Ik gebruik hem praktisch iedere dag. Dus of voor werkzaamheden of voor mijn opleiding. Ja, als ik hem niet zou hebben, zou het dus echt betekenen dat ik heel veel dingen gewoon niet kan doen. Want ja, taxivervoer is ontzettend vermoeiend. En je moet zo vaak op andere mensen bouwen, op andere dingen. Dus dit, ja, het biedt mij zelfstandigheid, vrijheid en ja, in het kader van integratie en de participatie kan ik hierdoor wel zo optimaal mogelijk meedoen. Ik ben sinds kort begonnen met een cabaretcursus. Ik ben nu 6 weken bezig op de Lindenberg. Ik vind het ook leuk om te werken naar een voorstelling toe. Ik heb nog nooit een voorstelling gemaakt. Maar ik heb dus een ideeënboek wat ik er 2 jaar lang bijgehouden. Dus schrijf ik echt een aantal keren in de week schrijf ik daar ideeën in. Zinnen, ik plak er plaatjes in, gedichten, verhalen. Ja, en uiteindelijk wil ik daar dus een voorstelling van gaan maken. En daar zou ik dan coaching bij nodig hebben. En een goede regisseur die mij gaat begeleiden. Ja, ik vind cabaret gewoon een hele leuke vorm om in te werken. Omdat je met humor kan werken. Je kan eigenlijk alles wat je wil zeggen aan de kaak stellen. Hoe schrijnend en pijnlijk het ook is. Humor werkt relativerend. Plus dat je het zelf het helemaal kan maken. En daar hou ik erg van. Om echt helemaal zelf mijn eigen dingen te maken. En ik hou van de vorm dat je niet illusionair bezig bent. Maar gewoon in het hier en nu. Dus, ja, je spreekt de mensen in de zaal aan. Je bent hier. Je bent niet een fictief personage wat doet alsof hij in een sprookjeswereld zit. Ja, ik vind dat een hele mooie vorm om mijn creativiteit in kwijt te kunnen en mijn spelplezier. Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken. Ik ben hier in de Oké. Dames en heren,